Goedenavond. Het Israëlische leger is het Al-Shifa-ziekenhuis binnengevallen op zoek naar strijders en wapens van Hamas. Die inval volgt op een dagenlange belegering, terwijl er nog patiënten, artsen en vluchtelingen binnen zitten. Al-Shifa ligt in het noorden van de Gazastrook en is het grootste ziekenhuis van Gazastad. Israël claimt dat Hamas het ziekenhuis gebruikt als commandocentrum en dat er mogelijk gijzelaars worden vastgehouden. Premier Netanyahu zegt dat er wapens zijn gevonden in het ziekenhuis, maar bewijs hebben we daar nog niet van gezien. Een aantal foto's, vrijgegeven door Israël, van wat het noemt een gerichte en precieze operatie in het Al-Shifa ziekenhuis. Een legerwoordvoerder benadrukt: het gaat om Hamas. Our goal is to seek out Hamas wherever they're hiding, and the hospital and the hospital compound is one place, a central place, a central hub of their operations. Of die aantijging klopt, valt nog altijd niet met zekerheid te zeggen. Net als wat zich de hele dag precies afspeelt binnen de muren van het ziekenhuis. Al-Shifa is een groot complex met meerdere gebouwen. Israël dringt het afgelopen nacht om 2 uur binnen. Daarbij worden ook tanks gebruikt, vertelt een chirurg ter plekke. So, what are these sounds, doctor? I'm hearing sounds. It's continuous shooting from the tanks. Ook verschijnen deze beelden. Die zouden gemaakt zijn na een raketaanval. We bekijken het met Thomas van Lingen, een specialist in het verifiëren van beeld. Nou, we weten of deze beeld uit het Shifa ziekenhuis komt. Wat we nog niet met 100% zekerheid kunnen zeggen is wanneer dit beeld is opgenomen. De leegte van de ziekenhuisgangen is wel een indicatie dat het een recenter beeld is. Omdat tot voor kort het toch wel echt helemaal stampvol zat met mensen. En dat lijkt nu toch wel minder te zijn. Die zijn gevlucht? Waarschijnlijk ja. انظروا الى هذا القصف الذي استهدف يعني مكان تواجد المرضى مكان تواجد الاطباء. Israël wil tegelijkertijd de wereld graag laten zien dat het ook medicijnen aflevert. En wat opvalt, dit zijn dozen met op alle 6 de zijden in het Engels medical supplies. We zien eigenlijk alleen dozen, maar je ziet geen letterlijke medicijnen. En dus geeft beeld lang niet altijd uitsluitsel van wat er echt gebeurt. Naar correspondent Olaf Koens in Jeruzalem. Olaf, hoe is hierop gereageerd? Ja, Robby, hier in Israël zijn ze er echt van overtuigd dat er onder dat ziekenhuis een enorm tunnelnetwerk en dus ook een Hamas-commandocentrum zich zou bevinden. Het is nu natuurlijk wachten dat Israël met bewijs komt dat deze inval ook daadwerkelijk zou verdedigen. Dat het op een of andere manier gerechtvaardigd zou zijn. Ondertussen in de rest van de wereld wordt het streng veroordeeld. De Palestijnse premier zegt het is overduidelijk een oorlogsmisdaad. En ook de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, die noemt het totaal onacceptabel dat is gebeurd. Ondertussen het laatste half uur, de laatste 3 kwartier komen er berichten binnen dat een deel van het Israëlse leger ook inmiddels weer is vertrokken uit het ziekenhuis. Zoals we al zagen, het is onduidelijk om precies te weten wat er zich precies daar binnen afspeelt. Maar daarbuiten, dat is heel erg duidelijk. Er volstrekt zich in de Gazastrook een humanitaire ramp. Het medisch zorgstelsel, juist nu dat zo hard nodig is, is ingestort. En het grootste ziekenhuis van Gaza, het Shifa-ziekenhuis is deels het kan niet meer gebruikt worden. Dat is wat het is. Oké, Olaf, dankjewel.